Volgens Vestals naar de beurs. Waarom precies? De reden is dat de familie heeft aangegeven, die nu 100% eigenaar van het bedrijf is, de familie Wessels, dat ze haar vermogen wil spreiden. En dat is de reden dat we naar de beurs gaan. Dus de familie verkoopt aandelen, Volker Wessels zelf niet. Hoeveel van hun aandelen willen ze kwijt? Dat hebben we nog niet bepaald. Wat er op dit moment gebeurt is dat de analisten van ons bankenconsortium met beleggers gaan praten. Die feedback die krijgen we denk ik met 2 weken binnen en aan de hand daarvan gaan we bepalen hoeveel we in eerste instantie naar de beurs willen brengen. Wel kan ik zeggen dat het in ieder geval een minderheidsbelang zal zijn. Dus direct na de IPO zal de familie Wessels nog steeds de grootste aandeelhouder van het bedrijf zijn. En wat denken jullie hiermee op te halen? Dat weten we niet, daar gaan wij ook niet over. Dat is aan de markt. Wat wij gaan doen is de onderneming in de markt zetten. We denken dat we een uniek bedrijf zijn. We zijn solide. We hebben een solvabiliteit van 31%. We hebben een financieel track record dat buitengewoon goed is over de afgelopen jaren. Sterke orderportefeuille, hele goede posities in Nederland en zowel daarbuiten. Een uniek bedrijf dat zich eigenlijk concentreert op de kleinere projecten in bouw en vastgoed en infra. En dat stelt ons ook in staat om op die hele grote projecten selectief te tenderen. Dus ik denk een prachtig bedrijf wat we nu naar de beurs gaan brengen. Het gaat heel wat beter met de bouw in Nederland. Is dat ook een goede reden voor investeerders om juist te investeren in aandelen van het bedrijf? Nou, investeerders moeten op zichzelf bepalen waarom ze in het bedrijf willen investeren. Ook daar gaan wij niet over. Ik kan wel zeggen dat als ik kijk naar de markt, in de meest brede zin, zowel in binnen- als buitenland, dan zijn de marktomstandigheden voor de bouw op dit moment goed. En is dat vooral in Nederland? Nee, dat zien we ook. We zijn ook actief in Duitsland, we zijn actief in het Verenigd Koninkrijk, we zijn actief in Noord-Amerika. We zien eigenlijk in al onze markten dat de ontwikkelingen goed zijn op dit moment. Wij zeggen tegen de aandeelhouders dat wij een zogenaamde middellange termijn visie hebben. En in die visie zeggen we dat wij tussen de 3 en de 4% per jaar kunnen groeien in omzet. Dat wij onze marges tussen de 4,5 en de 5,5% willen hebben. We zitten nu op 4,6, dus daar zien we uitdagingen. Onze return on capital moet boven de 18% zijn. Daar zullen we naar streven. En heel belangrijk is dat wij een dividend gaan uitkeren wat ligt tussen de 50 en de 70% van onze netto winst. En zelfs voor 2017 hebben we dat nader gespecificeerd op 60%. U heeft het over uitdagingen. Waar ziet u vooral uitdagingen in? Ik denk dat er in de bouw uitdagingen zijn, dat moet geïnnoveerd worden. We zien toch dat er nog steeds faalkosten zijn in het proces, die willen we verder naar beneden brengen. Dus innovatie, industrialisatie, het gebruik van digitale bouwomgevingen, dat zal steeds belangrijker worden. En dat is ook waar we in de toekomst heel veel nadruk op zullen gaan leggen.